Nou, dat is, ik denk voor veel leraren blijft het nog steeds van, heb ik de controle erover, weet je. Want iedereen verdwijnt in zijn schermpjes. En daar waren wij natuurlijk ook bang voor. En ik ben op zich redelijk innovatief in mijn lesgeven en ik laat dingen heel makkelijk los. En ben dan veel aan het rondlopen om de controle te houden. Maar ik denk dat dat het stukje is van, heb je de controle nog als alle kinderen op een schermpje blijven kijken en alleen maar dus individueel met hun opdrachten bezig zijn. Nou, jij bent natuurlijk als leraar ben je degene die daarin kan sturen. Dat ben jij nog steeds degene die dat bepaalt. Je kunt ze van die schermpjes afhalen en je kunt ervoor zorgen dat ze daar dus iets meer van afkomen of dingen op een schermpje delen met elkaar. Je kunt er inderdaad voor kiezen om ze alleen maar op een schermpje te laten werken en niet meer in werkboeken. Daarom werken we nog steeds graag met werkboeken daarnaast. Misschien dat we iets minder met werkboeken gaan werken. Weet je wel, maar die vrijheid die voel ik heel erg bij de software. Je hoeft het niet meer. Je hoeft niet alle opdrachten bijvoorbeeld helemaal zo te doen. Je kunt kiezen voor werelden of het werkboek. Die vrijheid vind ik ook inderdaad wel prettig. Ik denk dat andere collega's dat ook wel heel prettig vinden. Ja.